Maarten, er is een boek verschenen waar de barbarijse slavenhandel wordt beschreven. Ik schrok daar best wel van. 2 miljoen Europeanen die tussen 1600 en 1800 tot slaaf werden gemaakt en vaak een ellendige dood vonden. Hoe kan het, terwijl wij Katie Cotty moeten vieren in Nederland, en excuses aanbieden, terwijl de barbarijse slavenhandel wordt verzwegen? Kun jij daar wat over vertellen? Zegt Marja Langeveld. Ja, ik ben bang dat, laten we zeggen, hoe moet je dat zeggen, de nakomelingen van de barbarijse zeerovers weinig geneigd zullen zijn om hun excuses aan te bieden. Dat zit er niet zo in, als ik het zo bekijk. Ja, je weet, we hoeven die zaak niet weer eens een keer open te krabben, maar het hele gedoe met die excuses is een ongelukkige wending. Ja, politiek correct allemaal wel te begrijpen, maar we moeten dat gewoon niet doen. Je blijft excuses aanbieden. Maar hier is het dus eigenlijk omgekeerd, dat Europeanen in... Ja, neem nou de Chinezen. Die zijn nog steeds pissnijdig over de behandeling die ze hebben ondergaan van de grote Europese mogendheden in de 19e eeuw. En daar hebben ze groot gelijk in ook. Maar ja, wat heeft het voor zin? Het hele leven, de hele geschiedenis is vol met onrechtvaardigheden op elk denkbaar niveau tussen alle denkbare partijen. Het is een beetje nutteloos om heel specifiek dan wel je excuses aan te gaan bieden, maar in brede. Er bestaat nog steeds slavernij in de wereld. Misschien niet onder die specifieke naam, maar de omstandigheden zijn er naar. Daar doen we dus niks aan. Heb ik al eens eerder op gewezen, en je toch iets wil doen, als je toch bewust bent van het probleem, pak het dan nu aan. Laat dan nu zien wat er fout is. Pak die landen aan. Met name die klote Arabieren. Maarten, diverse... Saoedi's, sorry. Je moet niet al te gaan generaliserend zijn.